Hopeloos. Goedenavond. Goedenavond thuis ook en hartelijk welkom bij Ik mis je zo. Een veelgehoorde klacht in de echtscheidingswereld is dat professionele begeleiding bij het uit elkaar gaan niet genoeg aanwezig is. De politiek is er inmiddels ook van overtuigd dat er iets moet gebeuren om bijvoorbeeld omgangsregelingen na scheidingen beter te laten verlopen. Op 2 oktober kreeg staatssecretaris van Justitie, mevrouw Schmitz, dan ook een rapport aangeboden waarin wordt voorgesteld dat rechters vaker de kans moeten krijgen om bemiddeling voor te stellen in situaties waar een omgangsregeling niet tot stand komt. Straks praat ik met mevrouw Westhoff, die in die commissie heeft gezeten, die dat rapport heeft uitgebracht. En zij zal ons vertellen welke voorstellen er nog meer zijn om te voorkomen dat kinderen na een scheiding één van hun beide ouders moeten verliezen. Maar eerst praat ik met Jamila en haar moeder Bea. Jamila schreef me een lange brief waarin ze het tragische levenslot van haar moeder beschrijft. En voordat Bea met de Tunesische vader van Jamila trouwde, had ze een Nederlandse man. Uit dat huwelijk werden 2 jongens geboren, de broertjes van Jamila. En ze hebben helaas nooit de kans gekregen om in hetzelfde gezin op te groeien. Hoe dat komt, ziet u in het volgende filmpje. Ja, mijn moeder is dus... Ja, ze is toch vroeger getrouwd geweest. En uit haar eerste huwelijk heeft ze 2 kinderen, 2 zonen. Waar ze tot nu toe nog steeds geen contact mee heeft. En dat wordt wel een beetje ondraaglijk natuurlijk. Het is 25 jaar. Dus, of 24 jaar. Dus dat is wel erg moeilijk. En ze missen natuurlijk heel erg. En ja, ik wil graag proberen om aan haar 2 zonen te vertellen dat mijn moeder dus... zo'n moeder is en dat ze dus echt helemaal niet slecht is. En dat ze toch echt wel een keertje na 25 of 26 jaar contact met haar op kunnen nemen. Zij wil graag aan ze laten zien dat ze wel heel erg veel van ze houdt. Op 17-jarige leeftijd verloofde Bea Esselman zich met de 7 jaar oudere goudsmit K. Ze wilde zo snel mogelijk trouwen om haar ouderlijk huis in Den Ilp te kunnen ontvluchten. Op 6 september 1960 was het zover. Bea was toen 19 jaar. Ze verhuizen naar Den Haag, want voor K was daar meer werk. Maar toen hier naar Den Haag toe en van het platteland naar de stad... dat heeft dus ook een hele grote druk op mijn leven. Ik heb toen een hele grote zenuwinzinking gehad. En als je zo nu terugkijkt, wat niet veel meer helpt... dan denk je toch bij jezelf, ja, pasten we eigenlijk wel bij elkaar? Gelukkig werd op 10 oktober 1961 Peter geboren. Toen Peter 4 jaar en 4 maanden oud was, werd op 22 februari 1966 zijn broertje Deni geboren. Daardoor had Bea wat afleiding en hoefde ze zich niet meer zo eenzaam te voelen in de grote stad. Wel gingen Bea en K steeds meer langs elkaar heen leven, omdat K steeds meer 's nachts ging werken. En mijn moeder dan meteen weer uit haar geloof. Je bent voor de kerk getrouwd en dat hoort niet. Getrouwd is getrouwd en dan... dat hoort zo te blijven, maar zo is dat dus niet. Zo is dat voor mij dus helemaal niet. Peter kreeg door de spanningen in het gezin last van astmatische bronchitis. Daarom werd hij naar de ouders van Bea in Den Elp gebracht. Toen hij jarig was, ging Bea hem samen met Deni opzoeken. En oké, ik ben daar en de sfeer was natuurlijk helemaal niet leuk. En ik ben zondags, 's middags naar huis toe gegaan. En die vader van de jongens, die hield de jongste jongen vast. En die heb ik dus de mogelijkheid niet meer gekregen om die mee te nemen. En die zie ik, als ik nu nog even mijn ogen dichtknijp, dat hoef ik eigenlijk niet eens. Dat beeld haal ik zo voor me. Zit achter in de bus heftig te zwaaien. En ik zie hem nog zo staan. Met zijn vader, een handje aan handje. En dan staat hij mij... te wuiven en te wuiven.
Dat is heel erg geweest. Hij brulde heel erg. Mama, mama. Nou, dat zit nog altijd in je oren gegrift. Vanaf dat moment reisde Bea iedere zaterdag met de bus van Den Haag helemaal naar Den Ilp om haar jongens even te kunnen vasthouden. Toen leerde Bea de Tunesische A kennen. En doordat het al niet goed ging, ja, dan, en je ziet dan iemand lopen dat je... Ja, dat was het voor mij helemaal. Een heel andere man, een heel ander type. Ja, het was gewoon een vlotte vent, moet ik gewoon zeggen. En dat klikte dus gewoon. De ouders van Bea waren er zeer op tegen dat ze een relatie had met een buitenlandse man. Ik werd dus uitgemaakt voor hoer door mijn vader zelf. En dat werd dan even gezegd waar mijn oudste zoon bij stond. En nou ja, die kinderen die horen dat en dat zal dan wel. Bea mocht Peter en Deni niet meer zien. En doordat haar ouders bij de Raad voor de Kinderbescherming getuigden dat ze niet geschikt was om haar kinderen op te voeden, kreeg K de voogdij over beide zoons. Peter en Deni hebben nog 2 jaar bij hun opa en oma gewoond. Maar Bea kreeg ze niet meer te zien. Ondanks alle verdriet en alle vooroordelen trouwde Bea met haar Tunesische geliefde. Op 6 mei 1972 werd hun dochtertje Jamila geboren. Nu, 24 jaar en honderden brieven later, heeft Bea nog steeds geen contact met haar Peter en Deni. Ja, ik wil ze dus zeggen dat... Dat mijn moeder dus gewoon heel graag contact met ze wil. En ik wil ze dus zeggen dat mijn moeder gewoon helemaal niet zo is als wat ze eigenlijk heel hun leven hebben gehoord. Hun moeten haar ook de kans geven om het verhaal van haar kant te kunnen vertellen. En dat heeft ze nooit gehad. En zij is gewoon fantastisch voor mij. En ik ben haar dochter en hun zijn haar zonen. Dus waarom zou ze dat niet voor hun zijn? Hetzelfde, want we komen uit hetzelfde lichaam van haar. Dat zou ik ze willen zeggen. Dus... Welkom, Bea. Welkom, Jamila, in deze uitzending. Bea, heb je echt 24 jaar je zoons niet gezien? We waren toen besloten nog een keer naar Horen toe te gaan en op de Horenskermis. Tot op een gegeven moment naar het ouderlijke huis van toen de jongens. En op een gegeven moment kwam mijn jongste zoon daar aan en ik maakte hem duidelijk dat ik zijn moeder was. Hij werd heel erg agressief en is het erf daarop gegaan. Hij heeft een lat van 1,5 centimeter in het vierkant en 1 meter lang heeft hij te pakken gekregen. En ik werd heel hard gewaarschuwd door Jamila's vader en ik reageer. En die lat die schiet nou rakelings langs mijn hoofd. Doe ik dat niet, krijg ik hem echt tegen mijn hoofd op. Hij is opgevangen door een der buren. En ja, we zijn weggegaan en ik heb hem nooit meer gezien. Dat was de laatste keer dat je... Het was absoluut de laatste keer. Ja. Ja. Jamila, je hebt je broers eigenlijk ook geschreven, hè? Ja. Wat heb je ze geschreven? Ja, ik heb ze vaak geschreven om te vertellen dat ze ook eens een keer de andere kant van het verhaal moeten horen. Mijn moeder moet ook een keer de kans krijgen om haar verhaal te kunnen doen. Ja. En hoe hebben ze gereageerd, die brief? Niets. Heb je er niets op gehoord? Niets. Hoe heeft het trouwens 24 jaar geleden zo ver kunnen komen dat je ouders voor de kinderen gingen zorgen en niet jij? In overleg met de jongens hun vader zijn de jongens toen naar mijn ouders toegegaan, toegebracht. En ze waren tegen de scheiding? Absoluut. Moeder was katholiek? Ja, vrij katholiek opvoeding gehad vroeger. En daarnaast mijn vader, die kwam, was al heel jong wees. Ja. Van zijn zevende jaar af. En hij was dus dermate bang dat zijn kleinkinderen ook in een weeshuis of een kinderthuis zouden moeten opgroeien. Ja. En dat heeft dus bij hem dus wel die boosheid naar boven gebracht. Ja. Een boosheid die ervoor zorgde dat jij eigenlijk je kinderen niet meer kon zien. Ja, absoluut. Absoluut. En nou zijn die kinderen volwassen, hè, Bea? Zeker. Nou zouden ze toch eigenlijk zelf contact met je kunnen opnemen en toch doen ze dat niet. Hoe komt dat? Ze hebben regelmatig de ene kant van de medaille gehoord, maar er is die andere kant. En daar ben je mee bezig. Ik wil ze dat graag duidelijk maken.
Dat er een andere kant is. En niet altijd maar datgene wat hun voorgehouden is. Ja. Jij denkt dat ze beïnvloed zijn? Zeker, zeker. Door je ex-man en je ouders? Ja, zeker. Door alle drie. Ja, heel erg. Absoluut. Ja, heel erg. Je eigen moeder ook? Ja, heel erg. Ja. Helaas wilde de ex-man van Bea niet ingaan op onze vraag waarom hij al die jaren zijn zoons bij hun moeder heeft weggehouden. We mochten de moeder van Bea, die geen onbelangrijke rol in dit verhaal speelt, wel een aantal vragen stellen. En in het volgende filmpje ziet u wat zij over het verleden te zeggen heeft. Nou, ik zal u vertellen. Ik was een vrouw. Oh, dat gaat mijn stem. Ik was een vrouw van 186 pond. En op laatst was ik 119. Dat heeft me zo aangevreten. Want dat zei ik gisteravond tegen dat Grietje ook. Zegt dat me zo aangevreten. Want ik was zo mager als een brandhout. U kon de scheiding moeilijk verwerken? Ja. Hoe kwam dat? Ja, hoe kwam dat? Mijn man Dieter met een ster. Die kon er ook niet tegen. Maar ja, je vreet alles maar op. En toen is mijn man heen. Toen zegt mijn man tegen Klaas. Klaas, jij zorgt dat die jongen hierheen komt. Zo niet, dan haal ik hem zelf. Maar dat is nogal, nogal streng, hè, wat u zegt. Ja. En hij heeft hem zondags ook meegenomen, hoor. Had maar zondagsmorgens of zaterdags kwam Klaas aan, meteen. Maar wou uw dochter niet liever toch de kinderen bij zich houden? Ja. Maar moet u luisteren, hè. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal op die band, hè. Ze was naar sloot thuis. Nee. Hebt u het gevoel dat ze dan geen goede moeder meer was? Jawel. Dat is ze gerust wel, hoor. Want ja, dan zegt ze wel eens... dat heb ik ook tegen haar gezegd. Je bent een hoer. Dat heb ik eerlijk gezegd, hoor. Tegen uw dochter? Ja. Nou, dat moest ze wel heel erg gevonden hebben, denk ik. Om dat van haar moeder te horen. Ja. Nou, ze herhaalt het veel, hoor. En ze zegt, dat ben ik niet. Nou ja, later dan ga je daarover praktiseren. Dan denk je bij ja, dat is ook niet zo. Nee, daar hebt u spijt van. Ja. Ja. Maar dat heb ik nooit tegen haar gezegd, hoor. Nee. Maar het is toch nooit te laat om dat te zeggen tegen elkaar? Zegt u? Het is toch nooit te laat om dat te zeggen tegen elkaar? Nee, maar... Nou, die jongens die waren natuurlijk... Ja, ze vonden het heel erg dat ze mee oma vandaan moesten. Want ja, het werd bij oma natuurlijk leuk. Maar ja, je wordt natuurlijk ouder. Hè? Ik heb ze van de kinderbescherming ook bij me gehad. Nou, dan heb ik de deur uitgejaagd. Die hebt u de deur uitgejaagd? Ja. Ja hoor. Ik zeg over mijn lijk. U houdt dus ontzettend veel van die kleinzoons. Ja, dat hou ik ook. U hebt ze verzorgd en had ook de wens om ze groot te brengen. Ja. En toch ziet u ze niet meer. Ik had een zorgzaam leven. En toch ziet u die kinderen niet meer. Nee. Dus voor u zou het ook goed zijn als er weer contact komt met de moeder. Jawel, tuurlijk. Graag zelfs. Maar ja. Houdt u van uw dochter? Ja, dat heeft ze me nou al 10 keer aan me gevraagd. Of misschien wel 1000 keer. Waarom zal ik niet van dat kind houden? Maar waarom vraagt ze het u? Hè? Waarom vraagt ze het u? Ja. Nou, ze kent soms je zo verschrikkelijk. Nou, dat kan ik wel slikken, hoor. Een beetje zoals u vroeger was. Hè? Een beetje zoals u vroeger was. Nou. Je eigen moeder, die je een hoer noemt, ik kan me dat niet voorstellen. Waarom zou ze dat gedaan hebben? Waarom deed ze dat? Ik geloof dus eigenlijk dat dat... sorry dat ik het zeg, maar dat is gewoon domheid. Dat is geen ontwikkeling. Als jouw moeder ontwikkeld is, dan praat ze niet zo. Dan ga je met je moeder aan de tafel zitten. Ik heb mijn moeder nooit kunnen vinden om met haar te kunnen praten. Zoals ik een band heb met mijn dochter. Zij met mij, ik met haar. Wij kunnen praten, we zijn er. Al is het 's nachts, mijn loket staat open. Zij heeft niet om het leven gevraagd. Zij mag mij vinden en ze kan mij vinden. En ik ben er voor haar. Ik heb een moeder. Ik heb ook niet om het leven gevraagd. En als er... Het loket is er niet.
Het loket is er zo tegen jou? Ik geloof ook... ze begrijpt het allemaal niet, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ze is van buitenaf, aan de kant van die vader van die jongens, van buitenaf, heeft ze allemaal veel vernomen en heeft het als waarheid aangenomen. En zo sta ik alleen. En ze hoort dat en ze hoort dat en het zal dan wel zo. En waarom wou ze nou met alle geweld die kinderen bij zich houden, jouw kinderen? Ze heeft dus Jamila's vader toen die tijd midden op de straat uitgemaakt voor wijvendief. En zo ze zelf dan praat. En viel toen ook midden op de straat. Was ze dus echt eventjes helemaal in katzwijm. En ja, goed, het is gewoon een brok domheid. Ik kan gewoon geen andere woord. Ik kan wel hele verhalen gaan maken, maar het is gewoon een brok domheid. Maar vertel mij het verhaal. Domheid. Vertel mij het verhaal van jouw strijd om je kinderen terug te krijgen in die tijd. Ik ging regelmatig, ging ik dus voordat Jamila geboren is, ging ik naar Den Ilp toe. En Peter werd dus vastgehouden door zijn vader en mijn vader. En ik kreeg Deni eventjes 5 tellen en hij moest weer komen. Dit heb ik volgehouden totdat zij geboren is. En na die tijd is het een... ja, toch is het een heel poosje stil geweest totdat ik weer ben gaan schrijven. En daar is het bij gebleven en dat doe ik dus nu nog en... Dat blijf je dan maar doen met nul op rekest. Hoe was het voor jou, Jamila, om op te groeien met een moeder met zoveel verdriet en grootouders die zo over jouw vader dachten? Ja, heel erg moeilijk natuurlijk, omdat ja, ze heeft uiteindelijk 3 kinderen. Maar ik was natuurlijk altijd alleen met mijn moeder en ik telde voor 3 kinderen. Dus ik heb eigenlijk echt altijd een druk op me gehad. Ja, ja. Hoe ging je daarmee om? Ja, je leert er natuurlijk mee leven, omdat ik natuurlijk zo ben opgegroeid. Maar... ja, het is gewoon heel moeilijk. Ja. Had jij wel het gevoel dat je moeder er echt voor jou was? Of was ze in gedachten toch alsmaar met die broertjes bezig? Ja, ze was natuurlijk wel altijd in de gedachten bezig met haar 2 zonen. Maar ze is er voor mij altijd en nog steeds geweest. Ja. Ja. Bij ons is inmiddels ook aan tafel aangeschoven familietherapeute Else-Marie van Erebeent. Else-Marie, je kent het verhaal. Jij raadt altijd ouders aan als er geen contact mogelijk is... dat ze dan dagboeken moeten schrijven en kaartjes moeten schrijven. In dit geval... is er geen enkel contact mogelijk en heeft het ook allemaal niks geholpen? Nee, en dan wordt zo'n contact, het schrijven van brieven aan uw zoons... wordt zo pijnlijk dat u misschien moet denken om er nu eens mee te stoppen. He, want de jongens zijn volwassen. Ze weten dat u dat aldoor heeft gedaan. En dat u nu denkt, ik wacht tot ze zelf komen. En met hulp van uw hele trouwe dochter. Want ik heb zelden een dochter zo trouw... aan een moeder gezien. Ja. En dat is hier het hele mooie ervan. Dat jij dat bent en dat jij hebt geprobeerd ook de broers bij je moeder te houden. Over die broers gesproken, de een is 30, de ander is 35. Heb jij nog enige hoop dat ze ooit hun moeder zullen opzoeken? Nou, het leven is altijd sterker, gelukkig, dan dat wij denken. Dus het kan zijn dat ze ooit komen. Maar ik denk dat u zelf en Jamila en haar kindje moet beschermen... dat u alsmaar blijft schrijven en u niks op terug hoort. Nu wachten tot zij komen. Als u genoeg gedaan heeft, dan weet u dat u dat gedaan heeft. En nu maar kijken wat er gebeurt. Ja. We hebben gebeld met de schoonmoeder van Deni... om haar te vragen of Peter en Deni niet 1 keer hun moeder willen ontmoeten. Helaas willen zij dat niet. Ze schijnen gezegd te hebben dat ze hele nare herinneringen hebben aan de tijd dat Bea en hun vader aan het scheiden waren. Ze willen het verleden vergeten en ze willen geen contact meer met hun moeder hebben. Ja, Else-Marie, nu je dit weet, wat kan je verder aanraden aan Bea en Jamila? Ja, dat Bea zich echt richt op Jamila en op het kleinkind. En weet, ooit komt er een dag, zullen ze toch om mij vragen. En die dag komt... absoluut. Ja. Ik hoop het. Ja. Echt, Bea, we hebben Peter en Deni een brief gestuurd om te melden dat jij vandaag in de uitzending zit. Mm-hmm. En we hopen natuurlijk wel dat ze thuis naar de televisie kijken. Ja. Het enige wat we nog kunnen bieden is, daar is de camera. En als je nu nog iets tegen je zoons wil zeggen, doe het dan nu. Grijp die kans dan nu. Ik krijg nu de gelegenheid jullie te kunnen aanspreken. Je hoort nu ook vele dingen van de andere kant van de medaille.
Ik hoop dat je je gedachtegang er eens een keer goed laat gaan. Jullie hebben mijn adres, mijn telefoonnummer, ook van Shemila. Hoop doet leven. Ik hoop jullie een keer te zien. Dat hopen we allemaal, voor jullie ook. Ook mijn volgende gast mist zijn drie kinderen vreselijk. En toch heeft hij afgelopen week bij de rechter te kennen gegeven op dit moment geen prijs te stellen op een omgangsregeling. Hij wil zijn kinderen rust gunnen en is ervan overtuigd dat een wettelijke regeling op dit moment geen enkele zin heeft. Rob is 39 jaar en woont gelukkig samen met zijn vriendin Terry en haar twee zoons Misha en Michael. Rob is niet de vader van deze jongens. Hij heeft zelf kinderen uit een vorig huwelijk. Rob trouwde namelijk op 12 december 1979 met zijn toenmalige vriendin. Het is op dat moment de mooiste dag in het leven van de dan 23-jarige Rob. 3 jaar later, in januari 1983, komt uit dit huwelijk zoon Joost ter wereld. Rob en zijn vrouw kunnen hun geluk niet op. En zeker niet als in september 1984 hun tweede zoon wordt geboren. Ze noemen hem Rick. Maar het blijft niet bij twee jongens. Het gezin is pas echt compleet als in maart 1988 dochter Leonie wordt geboren. Ondanks 3 schatten van kinderen gaat het tussen Rob en zijn vrouw absoluut niet goed. Ze leven langs elkaar heen en Rob voelt steeds minder voor zijn vrouw. Na een huwelijk van 11 jaar loopt het in 1991 definitief ten einde. Rob vertrekt en laat zijn 3 kinderen achter bij zijn ex. Ze spreken onderling een omgangsregeling af. In de praktijk houdt dit in dat Rob zijn kinderen 1 keer in de 2 weken een weekend ziet en de helft van de vakanties. De weekendregeling gaat een tijd goed, maar de vakanties zijn vanaf het begin een probleem. Niet lang na de scheiding ontmoet Rob zijn huidige vriendin Terry. Zij heeft 2 zoons uit een eerder huwelijk. De kinderen van Terry en Rob kunnen het goed met elkaar vinden. Tot augustus 1993 ziet en belt Rob zijn kinderen regelmatig. Af en toe zijn er wel problemen, maar over het algemeen ziet Rob zijn kinderen 2 keer in de maand. Op het moment dat Rob besluit in augustus 1993 te gaan samenwonen met Terry, gaat het mis. De weekenden worden afgezegd. En als Rob zijn kinderen belt, is er vaak niemand thuis. Het contact tussen Rob en zijn ex wordt slechter en slechter. Rob blijft zijn kinderen zien, maar de bezoekjes verlopen steeds moeizamer. Na een ruzie tussen Rob en zijn ex krijgt Rob in maart 1995 een brief van haar, waarin zij meedeelt de bezoekregeling een paar maanden te stoppen. Rob gaat hiermee akkoord, maar diende tegelijkertijd een verzoek voor een bemiddelingspoging in bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn ex weigert deze bemiddelingspoging omdat ze rust wil voor de kinderen. Rob probeert het via het maatschappelijk werk in Leusden, waar zijn kinderen wonen, en via de FIOM. Hij wil niets liever dan de bezoekregeling en het contact met zijn ex herstellen. Alle pogingen lopen op niets uit. Ondertussen blijft Rob zijn kinderen kaartjes sturen. Ook belt hij ze af en toe op in een opwelling vanuit zijn auto. Maar zodra hij zijn naam noemt, wordt de horen erop gegooid. Dan ontvangt hij in oktober 1995 brieven van zijn kinderen, waarin zij hun vader schrijven dat ze hem niet weer willen zien. Rob besluit naar de rechter te stappen voor een omgangsregeling. De eerste zitting vindt plaats in maart 1996. Tijdens deze zitting besluit de rechter de definitieve uitspraak een 1/2 jaar uit te stellen om Rob en zijn ex gelegenheid te geven via onderhandelingsgesprekken bij het RIAG tot een oplossing te kunnen komen. Ook deze bemiddeling heeft geen resultaat. Binnenkort zal de rechter een definitieve beslissing nemen of er wel of niet een omgangsregeling tot stand moet komen. Ondertussen heeft Rob zijn kinderen alleen een paar keer gezien als hij ze op kwam zoeken bij school of bij de judo waar zijn zoons op zitten. Van de band die eens was tussen hem en zijn kinderen is eigenlijk geen sprake meer. Welkom Rob. We hoorden net in het filmpje al zeggen dat de omgangsregeling eigenlijk
redelijk goed verliep, tot het moment dat jij met je huidige vriendin Terry ging samenwonen. Hoe komt het dat vanaf dat moment het allemaal een beetje fout liep? Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ik toentertijd alleen woonde. Ook in Leusden, in de woonplaats van mijn kinderen. En het was makkelijk wat met mij te regelen. Als ik op de kinderen wilde passen of iets dergelijks. En toen ik ging samenwonen in een andere woonplaats, was het gewoon een stuk moeilijker. Dus daar moesten gewoon goede afspraken voor gemaakt worden. Ik denk dat ze daar veel moeite mee had om daarmee om te gaan. En daarnaast wellicht ook jaloezie, denk ik. Jaloezie, ja. Hoe was het contact tussen jou en je kinderen eigenlijk voor die tijd? Nou, ik denk goed. De beste weekenden gingen altijd heel gezellig, ook met de kinderen van mijn nieuwe partner. We gingen af en toe naar de gymzaal toe, gingen zwemmen en ook gewoon lekker gezellig thuis. Mm. En gewoon lekker vader zijn. Ja. Ja. Lekker vader zijn. Ja. Wat ging er nou precies mis? Het ging eigenlijk heel geleidelijk. Op een gegeven moment, ik had een afspraak om de kinderen te bellen 2 keer in de week. Dat werd verminderd naar 1 keer. Op een gegeven moment helemaal niet meer. Weekenden die werden uitgesteld of verplaatst of noem maar op. Uiteindelijk mocht ik ook geen kleding meer voor de kinderen kopen. En op het laatst mocht ik ook aan de kinderen niet meer vragen hoe het met ze ging thuis. En ook niet bij judo. Vanaf 93 verloopt het dan stroef, maar in 95 is er dan geen omgangsregeling meer. Wat denk je dat nou het besluit geweest was van jouw ex om die omgangsregeling helemaal stop te zetten? Ik denk dat dat ook natuurlijk spanningen met zich meebracht bij haar. Gewoon de hele toestand met de omgangsregeling, het liep niet voor niets op een gegeven moment zo vreemd. Dat ze voor zichzelf ook rust wilde en ook voor de kinderen. En, ik was er wel mee overvallen, ja. Omdat ik voelde het wel aankomen. Aan de andere kant dacht ik, ja, ik was gewoon overvallen. Ik was helemaal perplex, vooral omdat we niet met elkaar spraken. We spraken niet met elkaar. Nee. En dat vond ik heel vervelend. Ja. Wat heb je toen gedaan? Nou, ik vond het belangrijkst om in gesprek te komen met mijn ex-vrouw. En ik heb daar toen gevraagd aan de Raad voor Kinderbescherming in Haarlem of ze zouden willen bemiddelen. Toen hebben ze ook voorgesteld, nou, we willen een bemiddelingspoging wagen. Dat heeft ze afgewezen. Toen heeft de Raad voor Kinderbescherming gezegd, nou, het is misschien handiger om dat via het FIOM te doen bij ons in Haarlem. En die kunnen wellicht wat voor je betekenen. En ook dat heeft zij afgewezen. Mm-hmm. Nou, omdat die omgang niet meer werkt, heb jij dus bij de rechter een verzoek voor een wettelijke regeling aangevraagd. In het filmpje zeiden we al dat binnenkort daar een oordeel over geveld zou worden. Dat is inmiddels gebeurd. Ja. Daarin heb je eigenlijk te kennen gegeven dat je nu geen wettelijke omgang meer wil met je kinderen. Waarom is dat? Nou, ik heb gemerkt, vooral ook naar de laatste briefwisseling, dat mijn kinderen toch onder invloed van hun moeder eigenlijk zouden moeten kiezen. Of ze wel of geen contact met mij zouden willen hebben. En ik vind niet dat dat de verantwoording is voor kinderen om zo'n keuze te maken. Omdat ik denk dat ze die consequenties niet kunnen overzien. Ik wil ze dus ook uit die vuurlinie halen, omdat ik niet vind dat ze onder die druk moeten blijven staan. Mm-hmm. En toen vond ik dat ik dat als ouder dan zelf maar moest doen om de druk van de keten te halen voor de kinderen en ze voorlopig ook die rust te geven die ze willen hebben. Maar het is wel zo, zonder een wettelijke omgangsregeling heb je helemaal geen poot om op te staan natuurlijk. Dat klopt, maar ik denk, en daar ben ik van overtuigd, zo'n omgangsregeling blijft alleen een papieren regeling. Als toch onwil is, dan sta je toch. Ik denk niet dat dat zin heeft. Mevrouw Westhoff, welkom. U bent advocaat. U was een van de leden van de commissie De Ruiter, waar ik in het begin van het programma al iets over gezegd heb. De commissie heeft onder andere aanbeveling gedaan om de omgangsregeling te kunnen verbeteren. Wat zijn eigenlijk de voornaamste aanbevelingen van de commissie? Voor wat betreft de omgangsregeling denk ik dat van belang is dat de commissie aanbevelingen heeft gedaan om in een vroeg stadium zoveel mogelijk te bevorderen dat er bemiddeling plaatsvindt. Maar dat is in feite, ja, dat heb je op alle mogelijke manieren al zelf gedaan. De commissie heeft ook aanbevelingen gedaan om het de rechter mogelijk te maken om toch misschien met enige dwang, tussen aanhalingstekens, partijen ook naar bemiddeling te sturen. Maar wat ik ook wel een belangrijke aanbeveling van de commissie vind, dat is dat het al liggende wetsvoorstel
nog eens wordt aanbevolen om ouders na de echtscheiding beiden het ouderlijk gezag te laten delen. Dus ja, niet automatisch het gezag weg te halen bij de een en het te plaatsen bij de ander. Eigenlijk in de verwachting dat als dat normaal zal worden, dat dat ook een maatschappelijke verandering teweeg kan brengen in de benadering van hoe je met kinderen omgaat na een echtscheiding. Als Rob, dus zij zegt ook, de moeder wil niet dat de kinderen komen, de kinderen willen zelf niet. Is er dan helemaal niets via de wet voor elkaar te krijgen? Nou ja, er bestaan dwangmiddelen zoals daar zijn een dwangsom, in het ergste geval misschien een ondertoezichtstelling. Maar ja, je hebt het over kinderen, je hebt het niet over zakelijke belangen. En het is heel erg de vraag, zoals Rob dat ook nou ja, eigenlijk al uitgelegd heeft, of het niet zo is dat je daar je kinderen ook de dupe van laat worden. Ja. Wat ben jij nu nog van plan? Ik blijf kaartjes sturen naar mijn kinderen. Dat doe ik iedere week, 1-2 keer. Ik spaar ook voor ze. En ik wil gewoon laten weten dat ik er ben, dat ik enorm veel van ze hou. En ik denk dat het voorlopig ook zo zal blijven. Ja. En ik wacht op een positief signaal van die kant. Als je dan nog één ding aan je kinderen zou kunnen geven nu, wat zou dat zijn? Ik zou ze alle drie een dikke zoen van mij willen geven. Ja. Nou, bij deze. Ik wens je heel veel sterkte. Dank je wel. We hebben veelvuldig contact gehad met de ex van Rob. Op maandag 9 september was het eerste telefonisch contact. En hieraan gaf zij aan te willen denken over medewerking aan ons programma. De volgende dag vertelde zij ons, na overleg met haar advocaat, dat ze niet wilde meewerken. Maar aan het eind van het gesprek kwam ze opeens met de mededeling dat haar kinderen misschien wel wilden meewerken. Na weer een dag bedenktijd deelde zij ons op 11 september mee dat nog zij, nog haar kinderen mee wilden werken aan ons programma. Na de reclame praat ik met de grootouders van Marjolein. Zij mogen haar al 6 jaar niet zien en missen haar nog steeds heel erg. Ik sta alle dagen. Zo moet je dat gewoon beschouwen. Het is ook ons kleinkind. Dit en meer straks bij Ik Mis Je Zo. Is je haar zo onhandelbaar dat je nog maar één uitweg ziet? Dat hoeft niet. Je haar herstelt zich helemaal met Kliskuur. Het Hair Repair Complex maakt het haar weer sterk en gezond. Dus weg ermee. Vertrouw op het Hair Repair Complex van Kliskuur. Kliskuur. Van Schwarzkopf. Ja! Je mag me een blaaskerk vinden, je mag me een engel vinden, je mag me... Nou, ik maak nog eens wat mee hier, hè. De afgang, de man, je kunt het niet waarmaken. Is het een afgang? Bla, bla, bla. En nu doen het ook nog! Ik ben zeer succesvol. Pardon? Ik ben zeer succesvol. Nee, dank u wel. Met zeker? Dan sta ik weer vier van die dingen. Emiel Ratelband door de knieën voor Willy Bortfrikken. Vanavond om 9:30. Wat een kanjer! De postcode kanjer van de Postcode Loterij is maar liefst 9,7 miljoen gulden. U hoort het goed, 9 miljoen 700.000 gulden. Het gaat miljoenen regenen, misschien wel bij u. Doe dus mee met de Postcode Loterij. Deze brief zit in uw brievenbus. Vul de bon in en stuur hem snel op, want het gaat miljoenen regenen in Nederland. De Postcode Loterij maakt hele straten blij met maar liefst 9,7 miljoen. De postcode kanjer! En voor gezond haar met extra volume is er nu Kliskuur Volume Liquid. Met vloeibare haarbestanddelen die het haar herstellen en versterken. Ervaar meer volume, meer haar. Waarom vind je toch nooit meteen een spijkerbroek die lekker zit? Ja, Kotex kan daar niets aan veranderen. Maar Kotex Previa inlegkruisjes, die zitten wel perfect. De verbeterde maat- en pasvorm zorgen nu elke dag weer voor nog meer bescherming en draagcomfort. Kotex helpt. U bent weer terug bij Ik Mis Je Zo. In de afgelopen weken heeft u kunnen zien hoe het voor vaders en moeders is om hun kinderen niet meer te zien na een echtscheiding.
Ook kwamen er kinderen aan het woord over hoe zij de echtscheiding van hun ouders hebben ervaren. En over één groep hebben wij het nog niet gehad. De grootouders. Een groep die veelal maar liever zwijgt. Een generatie ook die opgegroeid is met de gedachte dat je niet mag klagen. Mensen die zien hoe hun eigen kind lijdt. En die dan niet willen zeuren over op het oog veel kleinere verdriet. Corrie en Tom hebben hun kleinkind nu al 6 jaar niet meer op een normale manier kunnen zien. Dit zijn Corrie en Ton P. nu bijna 40 jaar geleden. En dit is Erwin, een van de 3 zonen. Na zijn militaire dienst keerde Erwin in 1986 terug naar zijn geboorteplaats. En hij werd prompt verliefd op het meisje van een paar huizen verderop. Erwin, dat hij met Annemiek trouwde, was Erwin eigenlijk er nog niet aan toe. Want ze waren allebei jong. En hij had liefst nog even willen wachten. Maar door het ongelukje dat ze hadden en moesten trouwen, is Marjolein geboren. En was hij van dat moment helemaal stapelverliefd op Marjolein. Het was een vader voor zijn kind. De relatie verliep moeizaam. En na 3 jaar proberen besloten Erwin en zijn vrouw in oktober 1990 te scheiden. Hun dochtertje, Marjolein, was toen pas 2,5. We hebben heel duidelijk afspraken gemaakt. We zijn afspraken gemaakt van een goede bezoekregeling. Elke keer zouden ze mij contact brengen met mijn dochter. Ik mocht haar ook ophalen wanneer ik wou in principe. En dat is 1 dag goed gegaan eigenlijk. En de volgende dag is het nooit meer gebeurd. Ook opa Ton en oma Corrie hebben sindsdien hun kleinkind niet meer op een normale manier gezien. Een enkele keer liep Annemiek langs het huis, waardoor ze toch nog een glimp konden opvangen van hun kleindochter. En een paar keer kwamen ze elkaar tegen, op straat. Maar dat liep steeds uit op scheldpartijen. De eerste maanden waren natuurlijk vreselijk moeilijk. En toen kwam ik er op straat tegen en toen zat Marjolein achter op de fiets. En ik zie het smoeltje van Marjolein, die zegt, dag oma. En ik wil gedag zeggen en zij krijgt zo een stomp naar achteren. Met andere woorden, je mond houden, er wordt niks meer gezegd. Ja, ik was een beetje overdonderd natuurlijk, want dat verwachtte ik eigenlijk helemaal niet. Want ik had helemaal geen woorden meer gehad. Erwin deed er alles aan om het contact met zijn dochter te herstellen. We hebben een hele goede gesprek gehad met de Raad van Kinderbescherming. Ook zij apart en ik apart. We hebben de omgangsregeling gehad via de Raad van Kinderbescherming. Is de eerste keer van start gegaan, is heel goed gegaan. Aan mijn kant en aan mijn dochters kant. Alleen Annemiek houdt het toch weer tegen. De tweede keer komt ze gewoon niet opdagen met het kind. Het kind blijft thuis. En het is gewoon weer 1 keer geweest, 2 keer geweest, is over weer. Terwijl de Raad van Kinderbescherming heeft ook duidelijk gezegd, het kind lijdt er ook niet onder. Onder omgang met de vader. Maar de omgangsregeling die de rechter oplegde is nooit nagekomen. Ton en Corrie zijn al die jaren kaartjes blijven sturen. Maar of ze ooit aangekomen zijn? De pop die met kerst gestuurd werd, vonden ze terug bij de voordeur. Er schijnt een of andere haat te zitten, dat weet ik niet, maar dat zit er gewoon. En waarom? Waarom? Wij hebben nooit geen kwaad woord tegen ze gezegd. We hebben ze nooit bedreigd. In alle eerlijkheid hebben we allemaal tegen ze tegemoet getreden. En nooit wat gedaan. En ik word zo behandeld. Waarom? Ik mis er alle dagen. Ik mis er alle dagen. Zo moet je dat gewoon beschouwen. Het is ook ons kleinkind. Ik bedoel, nou wordt het weer helemaal opgehaald. En dan wordt het natuurlijk weer een beetje moeilijker. Je raakt er op een gegeven moment overheen. Maar je mist er gewoon alle dagen. Het zit alle dagen al in je hoofd. Opa Ton en oma Corrie, welkom. 1 vraag blijft eigenlijk niet beantwoord in dat filmpje. Waarom, Corrie, wil jouw ex-schoondochter niet dat je dat kleinkind ziet? Ik heb er geen idee van, Violle. Wij hebben dus het idee, de haat tegen onze jongen zit zo diep. Ja. Die wortelt ze tegen ons ook, dat is gewoon het hele eiereneten. En wat verband had je dan met je kleindochter vroeger? Mijn kleindochter die woonde een minuut bij ons vandaan. Dus ze liep alle dagen wel voorbij. Ze kwam alle dagen of een kopie doen of gewoon voorbij dat we even ons hand opstaken. Ja. Dus we hadden een heel goed contact met elkaar. Ja. 2,5, 3 jaar lang, want ze zijn 3 jaar getrouwd geweest. Ja. Kijk, er waren wel eens onenigheden, maar dat is overal. Ja. En daar werd dan ook verder... Kijk, dan kwam ze een paar dagen niet en dan was het afgelopen. Want dan kwam ze weer en dan was alles weer helemaal normaal. Ja. Maar dat vind ik normaal in een relatie. Hoe was jouw band met je kleindochter toen? Hartstikke goed. Ja? Ja. Uitstekend zelfs, want ik weet wat op de camping ook. Want hij had ook een caravan bij ons op de camping. En als die kleine meid dan niet wilde slapen, die lag dan te huilen in bed. Dan ging ik naar haar toe. En dan was het rustig met te praten en dan viel ze zo in slaap.
Dus het contact was heel goed. Mm. Is de liefde voor je kleinkind te vergelijken met de liefde voor je kind? Nee. Nee? Nee. Leg eens uit. Ik heb altijd gezegd, je kind staat op de eerste plaats als je een kind krijgt. Ja. Het is je eigen bloed, het is je eigen kind, het staat op de eerste plaats. Maar nou komt je kleinkind. Ja. En daar bedoel ik natuurlijk helemaal geen kwaaiigheid mee, maar je kleinkind staat nu op de eerste plaats. Je kind komt op de tweede plaats en je man komt op de derde plaats. Ja, het is wat. Want zo is het. Het is wat. Iedere oma is gek met haar kleinkinderen. Ja. En iedere oma staat voor de kleinkinderen klaar, ja. Normaal gesproken. Ja. Ja, zeker. Toon, even jou aansprekend als opa. Waarom ben je nooit een procedure begonnen om je kleinkind... Nou, dat is al meer gevraagd. Maar als ik dan zie die procedure die mijn zoon allemaal aan de hand heeft gehad... Ja. Met de rechtszaken in de Raad van Kinderbescherming... en allerlei toewijzingen dat hij bezoekrecht heeft voor zijn kind... en dan er helemaal niets van terechtkomt... wat zou er dan voor mij eens terechtkomen, voor mijn rechtszaak? Ja. Als ik wel die toewijzing dan zou krijgen... misschien met een mededeling dat we alleen het bezoekrecht hebben... dat hij dat dan niet mag zien... Ja. Dan ga je toch automatisch je kind er ook weer bij betrekken... want dan ziet hij hem ook. Ja. Dus er zit er dan dik in dat er niks van terechtkomt. Ja. Erwin is bij ons. Ja, Erwin, het is voor je ouders heel pijnlijk natuurlijk om dit allemaal mee te maken. Maar hoe is het met jou? Nou, het is gewoon verschrikkelijk natuurlijk om het mee te maken. Ja. Je houdt van je kind. Ja. En je mag het gewoon niet zien. Je zit er af en toe op straat. Ja. En dan krijgen ze, want door haar wordt ze bijvoorbeeld naar voren getrokken, want ze mag papa niet zien. Terwijl ze papa wel wil zien. Die indruk had je wel? Ja. Hoe merk je aan je ouders dat zij het kleinkind missen? Nou, we hebben toch een vrij hechte familie. Het puzzeltje is niet compleet. Er mist gewoon een stukje. En dat is Marjolein. Die hoort ook bij onze familie. Ja. Aan onze kant. Had jouw ex-vrouw eigenlijk een hekel aan haar schoonouders, jouw ouders? Nee, we hadden gewoon een normale band. En we hebben altijd wel eens wat. En dan kwam ze bijvoorbeeld wel eens niet. Maar dan ging ik gewoon wel met Marjolein naar mijn vader en moeder toe. Maar nooit een haatverhouding gehad. Nooit. Ja. Je hebt nu geen omgangsrecht met je kind. Maar wat zijn de rechten die je wel hebt? Ze moet dus elke 2 maanden moet ze mij een brief sturen. Met een aantal foto's. Ja. Ze heeft mij 1 keer een brief gestuurd, dat is bijna 3 jaar geleden. Met 2 foto's waar Marjolein 7 meter verderop staat... en Marjolein recht in de lens staat. Dus 2 super onduidelijke foto's. Ja, dat is alles wat je gehoord ja. 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 Op de tribune zit ook Kees Blankman. En hij is universitair docent van minirecht, jeugdrecht. Meneer Blankman, welkom. U zit naast Erwin. Wat zijn eigenlijk de rechten van de grootouders... Ja, omgangsrecht is niet alleen voor ouders en kinderen na scheiding. Maar iedereen die een nauwe persoonlijke betrekking heeft met een kind... kan de rechter vragen om de omgangsregeling vast te stellen. Ja. Dat is ongeveer 1 jaar geleden in de wet gekomen. En er is met name gedacht aan grootouders, pleegouders en nog een categorie mensen. Ja. Maar grootouders hebben dus een zelfstandig recht... om een omgangsregeling te vragen aan de rechter. Zo. En wat kunt u Ton en Corrie adviseren? Ja, misschien mag ik reageren op wat... opa zei, want hij denkt dat als hij een procedure start... en een omgangsregeling zou krijgen, dat kan misschien... want uw recht staat los van het recht van Erwin... dat het niet wordt toegewezen omdat men bang is... dat het kind dan toch contact krijgt met de vader. Dat hoeft niet per se. Het is mogelijk dat een regeling komt... waarbij u in een neutrale omgeving het kind bezoekt met toezicht... zonder dat de vader erbij is. De kans is niet zo groot, moet ik zeggen, want de wet geeft het wel als een recht... Maar er moeten altijd bijzondere omstandigheden worden aangevoerd. U moet heel veel feitelijk gezinsleven hebben gehad met uw kleinkind. Dat heeft u wel, hoor ik, een aantal jaren. Ja. Maar of dat genoeg is voor een omgangsregeling, weet ik niet. Maar het, op zich kan het. De wet biedt de mogelijkheid. Ja. Els-Marie, hoe belangrijk zijn opa en oma eigenlijk als ouders gaan scheiden in de opvang daarvan? Dan zijn de grootouders van wezenlijk belang. Omdat heel veel kinderen... reageren, thuis zitten we in moeilijkheden, in ruzies... dan hebben de ouders weinig tijd voor de kinderen. En dan zijn ze met elkaar en dan kunnen opa en oma... een hele veilige, heel belangrijke plek zijn. En waar kinderen niet over hun problemen hoeven te praten. Gewoon maar huiswerk maken, aandacht. En belangrijk is dat opa en oma dan boven de partijen blijven staan. Dus echt voor het kleinkind en zich niet gaan bemoeien met die ruzies. Nee. Dus ook de moeder niet afvallen? Niet afvallen. Nee. Wat adviseer je nou deze 2 grootouders? Nou, ik ben onder de indruk van wat u gedaan heeft. En de liefde die u gegeven heeft, die gaat nooit weg. Dat is heel belangrijk. Die heeft u in uw kleinkind gegeven en dat zal doorgaan. En ik denk dat u
moet blijven zeggen, bij ons blijft de deur open. Maar je kunt het niet afdwingen met het mes op tafel. Want dat kan voor het kind niet. Maar toch grootouders willen zijn en blijven. We hebben nog een gast in deze zaak. En dat is Hans, de ex-schoonvader van Erwin. Hans, heb jij nog een goed contact met Erwin? Ik heb met Erwin een perfect contact gehad en nog. Ja. Ja. Sta je dan niet achter je dochter? Ik hou van mijn dochter. Maar in deze sta ik niet achter de zijn. Ik vind dat Erwin zijn kind moet zien. Ja. En ook de grootouders. Ja. Ik heb begrepen, Hans, dat jij bedreigd bent. Als jij hier je verhaal zou komen vertellen, dan zouden de meest verschrikkelijke dingen met je gebeuren. Ja. Toch zit je hier. Dat klopt. Ja. Natuurlijk zit ik hier, want ik vind nog steeds dat Erwin zijn kind moet zien. En ook mij. Ja. Erwin, hoe was jouw band met jouw schoonfamilie eigenlijk voor de scheiding? Voor de scheiding hadden we gewoon een normale familieband eigenlijk. We deden alles met mijn vader, moeder, ook met Hans, met zijn ex-vrouw, zeg maar. Het was gewoon een normale relatie. Ja, niks aan de hand. Niks zo bijzonders. Nee. Nee. Natuurlijk hebben we commentaar gevraagd aan de ex van Erwin en de rest van haar familie. En tot onze spijt hebben we zelf kunnen constateren dat er dreigementen geuit werden. Maar er werd veel meer gezegd. In een drie kwartier durend telefoongesprek zei de ex van Erwin het volgende. Mijn vader heeft nog nooit wat van zich laten horen. Hij kan doodvallen en dan stap ik nog over hem heen ook. De ouders van Erwin hadden best hun kleinkind mogen zien, maar ze hebben nooit wat van zich laten horen. Nu steken ze hun middelvinger op als ik ze ergens tegenkom. Het kind heeft zwaar te lijden gehad. Als ze nu alleen al de naam van haar vader hoort, raakt ze vreselijk over haar toeren. Mijn dochter heeft altijd zelf gezegd dat ze haar vader niet wilde zien. Erwin, kom bij jou. Hoe is het voor jou om te horen dat je dochter over de toeren raakt als ze jouw naam alleen maar hoort? Nou, ik weet gelukkig zelf beter. Ik weet hoe ik weg ben gegaan. Ik weet hoe die kleine mij herinnert zoals ik ben. En wat er natuurlijk allemaal tegen haar verteld wordt, dat hoort ze niet van mij. Nee. En ze komt wel een keer. Ja. Ik hou van haar. Ja. En Corrie en Ton? Wat was dat met die middelvinger omhoog steken? Ja, hoe houdt het in haar hoofd? Wat is er dan gebeurd? Er is helemaal niks gebeurd. Nee? Want ik zou het niet in mijn hoofd halen om mijn middelvinger naar mijn schoondochter, mijn gewezen schoondochter en mijn kleinkind op te steken. Nee. Dat zijn gewoon kleine leugens. Wat zeggen jullie op haar verwijt dat jullie nooit iets hebben laten horen? Hoe is dat gegaan? Hoe kan dat? Omdat zij weet waarschijnlijk, het dringt niet eens tot erdoor dat zij mij een paar keer op straat beledigd heeft. En dat ze denkt bij de eigen van, die mensen nemen geen contact meer op, want ik hoef niet meer op straat beledigd te worden. Maar hebben jullie haar nooit om contact gevraagd na de scheiding? Nooit een gesprek gehad? Nee, we hebben altijd de hoop gehad dat Erwin op een gegeven moment, omdat er dus zoveel strubbelingen waren na dat huwelijk, na die scheiding, dat op een gegeven moment dachten we, nou, Erwin krijgt dus Ansel's bezoekrecht en dan komt ze gewoon naar ons toe. Het is toch een normale gang van zaken als hij er een middag of een dag heeft, dat hij bij ons komt koffie drinken met haar en dat we er zien. Nou, wat je in de veelheid van verwijten toch een lichtpuntje zou kunnen noemen, is dat ze ook gezegd heeft dat jullie het kleinkind eventueel zouden kunnen zien, als er eerst een goed gesprek mogelijk is. Ja. Nou, wij zijn altijd willen. Open wij voor een goed open. Gesprek. Graag. Jullie graag. Zouden dat willen? Ja, zeker. Heel graag. Ja. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om met haar een gesprek te openen. Ik geloof er niks van. Nee. Dat gebeurt niet. Nee. Het zijn allemaal loze kreten. Ja. Er komt niks uit, Viola. Echt niet. Nee, hoor, echt niet. We staan er helemaal voor open. Ja, nou, we staan er graag voor open, natuurlijk. Okay. We zouden er alles voor over hebben om ons kleinkind te zien. Maar met die verstanden dat ook onze zoon er mag zien. Ja. Else-Marie, heb jij nog een laatste advies? Alles gehoord hebben nu wat er gezegd is, ook door de ex. Ja, we weten nu zeker dat er een kind in de klem zit. En het betekent dat het van de volwassenen wordt gevraagd om toch niet met haat en nijd op de moeder van het kind te reageren. Want dan heeft het kind helemaal geen kans, want het zit al in de klem. Het heeft het al benauwd. U kunt eraan meewerken dat het iets minder benauwd wordt. Nee, we hebben nooit met haat en nijd de moeder benaderd. Nee. Nooit. Nee. We hebben nooit een lelijk woord. We hebben helemaal geen gesprekken meer met haar gehad. We hebben nooit dus het kan niet van onze kant komen. Dus de nijdigheid komt alleen van haar van kant. Hun kant. Maar er is dan nu van uw kant een mogelijkheid. Ja, graag. Fijn. Ja. Laten we het daarop houden. Veel sterkte en bedankt.
Dit was niet, zoals in de programmagidsen staat aangekondigd, de laatste aflevering van Ik mis je zo voor dit seizoen. Door de overweldigende belangstelling die u getoond heeft, hebben wij besloten om een aantal van onze bijzondere gasten nog eens op te zoeken om te zien hoe het nu met ze is. En dat ziet u volgende week. En ondertussen, blijf vooral praten, haal contact. Tot volgende week.